Yes guys, het is Paul hier. Welkom weer bij een gloednieuwe video. En eigenlijk een gloednieuwe serie die ik ben gestart. En dat zijn de volledige guides van boeken die het meeste impact hebben gemaakt op mijn leven. En vandaag heb ik het over Rich Dad Poor Dad. Best wel standaard boek, maar desalniettemin staan er nog steeds heel veel wijze lessen in waar jij heel veel aan gaat hebben en waar ik nog steeds heel veel aan heb. Dit boek heb ik zelf ook meerdere keren gelezen en dit was volgens mij het tweede boek persoonlijke ontwikkeling wise dat ik heb gelezen 4 jaar geleden alweer. Dus ja, daar ga ik het met je vandaag over hebben. En er komen nog ongeveer 6 of 7 andere guides aan. Dus maak je geen zorgen, ik maak een soort top 10 van alle beste boeken en volledige guides, zodat jij die niet hoeft te kopen. Dus laten we er gelijk induiken. Ik heb gewoon allemaal lessen van Rijke Pa opgeschreven en ik ga ze even kort uitleggen. Je huis behoort niet tot de activa. Dus heel veel mensen, en zeker de middenklasse en de armen, denken dat een huis iets is ja, waar ze iets aan hebben. En zeker als je het huurt, dan kan je daar heel makkelijk uitgezet worden. Weet toevallig uit ervaring. En ja, als je het huurt, is het sowieso niet van jou. En als je het koopt, ja, betekent ook niet per se dat je daar geld aan verdient. Want ja, tuurlijk gaat de waarde omhoog, hoogstwaarschijnlijk, in de komende jaren. Maar je krijgt er niet cashflow uit, maand in maand uit. Het is meer cashflow eruit, omdat je dus gas, water en lichtrekeningen hebt. En andere soort rekeningen, gerelateerd aan je huis. En waarom de rijken minder belasting betalen is omdat zij allerlei trucjes hebben en allerlei kennis hebben die jij niet hebt als arme of als een middenklasse. En er is dus ook een verschil tussen arm zijn en platzak zijn. Platzak zijn is tijdelijk en armoede is voor eeuwig. En ik ben vaak genoeg in mijn leven platzak geweest en het snel weer terugverdiend. Dus dat is geen probleem als je momenteel iets minder cash hebt. Je kan het altijd terugverdienen. Het is vaak de persoon die je moet worden. Het zijn die clichés, maar de clichés zijn wel echt waar. Oké, les 1. Rijke mensen werken niet voor geld, dus ze hebben geen baan, om het zo maar te zeggen. De armen en de middenklasse werken wel voor geld, dus die hebben wel een baan. En de rijken laten geld voor hen werken. Nou, de manieren dat ik geld voor mezelf laat werken, is bijvoorbeeld, ik heb een coaching business, ik heb daar een team voor. Ik heb een e-com business, daar heb ik een team voor. Ik zit in crypto, nou, dat wordt momenteel nu meer waard. Ik zit in aandelen momenteel, dat wordt ook meer waard momenteel. En in een klein stukje in vastgoed. Dat zijn eigenlijk ja, 4 dingen die voor mij geld verdienen. Voor coaching ben ik zelf nog wel actief bezig om het groter te maken. Maar ja, dat wil ik graag doen omdat daar mijn passie ligt. Dus vandaar die persoonlijke keuze. En hoe snel je een beslissing kunt nemen, des te groter de kans dat je de kans kunt grijpen voor iemand anders dat doet. En dit vind ik een hele mooie, want je moet gewoon snel een besluit kunnen maken. En veel mensen kunnen dat niet in deze wereld. En ja, dat heeft invloed op hoe snel je succes bent. Als jij er op tijd bij was en wel die kans pakte bij crypto bijvoorbeeld in 2017, zat je er nu heel goed bij. Ja, maar als je hem nu gaat pakken, dan ben je misschien, nou, te laat is het nooit, maar in ieder geval, je hebt heel veel gains al gemist. En je leert het beste door actie leren, actie nemen in ieder geval. Dus door dingen uit de praktijk leer je een stuk meer dan dingen uit de theorie. En dat is ook echt iets waarvoor ik sta. Dus ik leer hier heel veel theorie, maar ik wil ook dat je dingen in de praktijk gaat zetten. Nou, een diploma geeft geen garantie meer voor een baan. Nou, dat hebben we tijdens corona zeker gezien, dat het niet meer zo is dat je, als je een baan hebt, dat die dan, ja, garantie heeft, een diploma überhaupt van de universiteit, maar ook of die baan een zekerheid is. En er is zoveel in het leven waar we dus geen controle over hebben en ik heb me geleerd om te richten waar ik wel controle over heb, jezelf. Het enige waar je controle hebt is jezelf en je eigen gedachtes. En alles wat daaromheen is, hoef je jezelf niet druk over te maken. En als er iets dient te veranderen in je leven, moet ik dus eerst zelf veranderen als persoon. En heel veel mensen vergeten dit stuk. Ze willen heel veel nieuwe dingen, maar ze doen daadwerkelijk niks anders. Hoe ga je dan een ander resultaat krijgen als je altijd dezelfde dingen doet? Nou, werknemers betalen belasting, investeerders en bedrijfseigenaren betalen heel weinig belasting. Dus door de overheid word je eigenlijk beloond door te gaan ondernemen en door te gaan investeren. En je wordt gestraft als werknemer. Nou, tegenwoordig in Nederland word je ook gestraft als je onderneemt hoor, eerlijk gezegd. En ook als je investeert, maar een stuk minder dan in loondienst. Nou, het leven van mensen wordt voor altijd door 2 emoties beheerst. En angst en hebzucht en heel veel mensen zijn ja, bang om iets te beginnen. Zoveel mensen zeggen, ach, ik ben helemaal niet geïnteresseerd in geld. En toch hebben ze een baan van 8 uur per dag, 5 dagen per week. En zitten ze 40 uur per week weg te rotten bij een baan die ze helemaal niet leuk vinden, omdat ze niet geïnteresseerd zijn in geld. Hoe klinkt dat nou zelf voor jezelf? Wanneer emoties sterker worden, neemt intelligentie af. Dus als je boos wordt of boos wordt door datgene wat ik net heb gezegd, dan ga je een stuk minder slim handelen. Gaan we door naar de tweede les, waarom je je überhaupt financieel zou ontwikkelen. Het gaat er niet om hoeveel geld je verdient, het gaat er om hoeveel geld je overhoudt. Nou, superbelangrijke quote. En ik heb gemerkt dat sinds ik 10.000 euro's per maand ben gaan verdienen, dat ik nog steeds niet superveel overhoud. Eerlijk gezegd, omdat ik heel veel terug investeerde in business en investeringen.
Dus dat is voor mij ook weer een les van, hey, ik verdien nu goed geld, maar hoe kan ik nog steeds beter omgaan met het geld dat ik verdien? En rijke mensen focussen zich echt op die net worth en niet op inkomen. Dus niet op maandelijks inkomen. Ik focus me nu nog steeds wel op maandelijks inkomen, dat zo hoog mogelijk maken, dat ik daar nog bepaalde doelen in heb. En zodra dat een x-bedrag tikt, bijvoorbeeld voor mijn coaching business, ga ik weer meer richting mijn net worth, waar ik nu ook al maandelijks mee bezig ben, dat uitrekenen, et cetera. Nou, rijke mensen vergaren dus activa en bezittingen. De arme en middelklasse vergaren passiva schulden waarvan ze denken dat het activa zijn. Regel 1. Je moet het verschil weten tussen activa en passiva en activa gaan kopen. Heel simpel, maar activa is waar je geld aan verdient. Passiva is waar je geen geld aan verdient. Activa brengen geld in het laadje. Passiva halen dus geld uit het laadje, zoals ik net zei. Cashflow laat zien hoe iemand met geld omgaat. Als je iemand zijn bankrekening ziet, kan je precies zien wat diegene doet en hoe die zichzelf gedraagt. En meer geld dus lost zelden iemands geldprobleem op. Verstand lost uiteindelijk het probleem op. Iemand kan dus superhoog opgeleid zijn en succesvol zijn in wat hij doet. En een financieel analfabeet zijn. Les 3. Gaan we alweer naar les 3. En dat is zorgen voor je eigen zaken. Rijken richten zich op een actief vakgevoel om. Terwijl ieder ander zich op een inkomstenoverzicht focust. Waar ik het net dus over heb. Op de investering focussen ten opzichte van, hé, wat kan ik verdienen? Financiële problemen zijn vaak het gevolg van het feit dat mensen hun hele leven voor iemand anders werken. En dat raad ik je dus ja, ten zeerste af, tenzij dat iets is wat je wil, maar als je deze video kijkt hoogstwaarschijnlijk niet. En begin voor je eigen zaken te zorgen en begin met echte activa aan te schaffen, waardoor je dus geld kan verdienen. Ik denk dat ik eentje te ver ben. Ja. Ik ga alweer naar les 4, de geschiedenis van de belasting en de kracht van onderneming. Bedrijfseigenaren met ondernemingen maken winst, geven geld uit, betalen belasting. Mensen die voor ondernemingen werken, hebben een inkomen, betalen belasting, geven geld uit. Er zit een verschil in deze volgorde en dat verschil is aannemelijk groot. Mensen hebben eerst een inkomen uit hun baan, betalen daarop belasting over, geven dan pas geld uit. Ik als ondernemer maak winst, ik geef geld uit en daarna betaal ik pas belasting. En de realiteit is dat rijke mensen nauwelijks belasting betalen. De middenklasse en het bijzonder de hoogopgeleide middenklasse betalen voor de armen. En we zien steeds meer, zeker in Nederland, dat de middenklasse en de armen eigenlijk een soort één worden. Dus het wordt dus echt rijk en arm, zoals je echt in ja, hele grote andere landen ziet die grote verschillen hebben. Dus bijvoorbeeld in Rusland of in Afrika of in China, waar het verschil tussen arm en rijk heel groot is, daar gaan we steeds meer naartoe. En als je voor geld werkt, geef je de macht aan je werkgever. En als geld voor jou werkt, houd je zelf de macht en controle erover. En ben je ook zelf verantwoordelijk voor je eigen resultaten, voor je eigen inkomen. Wat dus in mijn geval de betere keuze is. Ik wil niet zeggen dat het voor jou zo is. Rijke mensen roepen ook geld in het leven. Er zijn 5 redenen om voorbeelden te gebruiken van andere mensen. Om mensen te stimuleren meer te leren. Nou, ik heb bijvoorbeeld altijd een business coach die me daar helpt. Of in ieder geval verschillende business coaches op verschillende gebieden. Kan dus crypto, kan aandelen zijn, kan business zijn. Trainen waar ik wil leren en ontwikkelen. Om sneller te leren en beter resultaat te halen. Om mensen duidelijk te maken dat het makkelijk is wanneer je een sterke baas hebt. Om te laten zien dat iedereen grote rijkdom kan bereiken. Te laten zien dat er vele manieren bestaan om je doel te bereiken. Om te laten zien dat het allemaal geen hogere wiskunde is in dit leven. Het probleem met veilige beleggingen is dat ze heel vaak zo veilig zijn dat er nauwelijks iets mee valt te verdienen. 8% per jaar is superleuk, maar daarvoor word je pas rijk over 40 jaar. En ja, is dat voor mij dus niet de manier om het zo te spelen, het spel. Het is geen gokken als je weet wat je doet. Klinkt misschien als een casino uitspraak, maar het is gokken als je geld domweg in een deal stopt en er het beste van houdt. Daarom zijn veel van mijn investeringen en veel van mijn vermogen gaat nu momenteel richting crypto, omdat ik daar ja, echt de afgelopen 2 jaar heel erg in heb verdiept. En daar ook steeds meer in ga begrijpen en steeds betere keuzes in ga maken. En daarna dat dus richting vastgoed gaat zetten en meer richting ETF's ook meer. Om daar ook meer zelf in te ontwikkelen. Maar mijn kennis is nu vooral op dat crypto gefocust en op e-com natuurlijk. Maar daar begin ik steeds meer te snappen en kan ik dus ook kansen zien en meer geld in verdienen. En in vastgoed en aandelen heb ik die kennis nog niet van dat niveau om daar dus geld, veel geld mee te verdienen. Met grote rendementen, laat ik zo zeggen. Gouden kansen zie je niet met je ogen, maar die zie je met je verstand. Met logisch nadenken. Dat is wat de mensen vaak vergeten, logisch nadenken. Les 6, werk om te leren, werk niet voor geld. Je moet een beetje weten over heel wat, was het advies van mijn rijke pa. Dat is ook iets wat ik nu in mijn business merk. Ik weet heel veel over een aantal dingen, maar ik heb nu specialisten ingezet die supergoed zijn in dat ding en daar puur op kunnen focussen. Job staat dus ook voor just over broke. En je leeft van paycheck tot paycheck. En de belangrijkste leidinggevende vaardigheden die je nodig hebt voor succes is het managen van geld, systemen en uiteindelijk ook mensen. Les 7. Obstakels overwinnen. Het grootste verschil tussen rijk persoon en arm persoon is hoe ze met angst omgaan. De reden dat de meeste mensen financieel niet winnen is omdat de pijn van het verlies van geld veel groter is dan het plezier van rijkdom. Mensen handelen veel sneller op angst dan op plezier. Falen inspireert winnaars en verslaat uiteindelijk verliezers.
Les 7, rijkenpaar geloofde dat de woorden ik kan het niet veroorloven, je brein afsluiten. Hoe kan ik het maar veroorloven? Open mogelijkheden. Enthousiasme en verschillende doden. Als ik mezelf eerst betaal, word ik financieel, mentaal en fiscaal opzicht een stuk sterker elke maand weer. Goud is overal. De meeste mensen zijn echter niet getraind om het te kunnen zien. Vind de drijfveer die groter is dan de werkelijkheid. De kracht van je eigen geest. Als je sterke reden why hebt, heeft het geen zin om verder te lezen. Het zal dan toch klinken alsof het te veel werk is voor je. Maak dagelijks keuzes. De kracht van keuzes. Kies je vrienden zorgvuldig. Kracht van associatie. Wat voor vrienden heb je waarmee je omring jezelf. Maak jezelf een recept eigen en leer dan een nieuw. De kracht van snel leren. Betaal eerst jezelf. En dat is de kracht van zelfdiscipline. Betaal je tussenpersonen goed. De kracht van goed advies. Geef op de Indiaanse manier. De kracht om iets voor niets te gaan krijgen in dit leven. De eerste vraag van een onderlegde investeerder is: hoe snel heb ik mijn geld eruit? Nou, mijn manier om er daarna naar voor te kijken is: ik ben nu redelijk jong. Ik ben momenteel 23 dat ik deze video opneem. Als deze video uitkomt ben ik 24. Maar ik plan deze in ieder geval vooruit. Maar het gaat erom dat ik denk van: hey, ik kan er nu geld in stoppen en ik heb nu het geld niet nodig. Ik kan het over een aantal jaar, wanneer de bull market voor crypto bijvoorbeeld begint, dan eruit halen en dan richting vastgoed en aandelen zetten. Dat is mijn denkwijze op het moment. Kan in de toekomst altijd veranderen. Gebruik actief al om luxe artikelen te kopen en dat is de kracht van focus. Nou, ik geef vrij weinig om luxe artikelen, maar mocht je dat interesseren, dan kan je dat altijd kopen. Onthoud, als je niet iemand anders wil impressen in ieder geval. Onthoud, de makkelijke weg wordt vaak de moeilijke weg. En de moeilijke weg wordt vaak makkelijk. Dus kies altijd voor de moeilijke weg. Nu en dan kan je later genieten. Oké? Okay? Korte termijn pijn, lange termijn fijn. Kies je helden, de kracht van de legendes. Naar wie kijk je op? En kijk of je daarmee kan competen of in de buurt kan komen van deze persoon. Onderwijs en je zult ontvangen. De kracht van geven. Als je meer geeft, zul je ook dat je krijgt, zul je ook dingen terugkrijgen in het leven. Hoofdstuk 9. Stop uiteindelijk met wat je aan het doen bent. Ga op zoek naar nieuwe ideeën. Zoek iemand die heeft gedaan wat jij graag wil doen. Volg cursussen, lees en volg seminars. Lees boeken dus. En bied vaak en veel als je bijvoorbeeld verschillende huizen gaat bekijken. Ga iedere maand 10 minuten in een bepaald gebied rondlopen in je wijk. Ga alle markten af en zoek naar koopjes en vastgoed bijvoorbeeld. Kijk op de juiste plaats. Dat is iets wat ik zelf ook moet gaan doen om rendement te gaan behalen met vastgoed. En dat is dus ook iets wat ik ga doen omdat het advies in het boek staat. En wie ben ik om daar niet naar te luisteren? Ga eerst op zoek naar mensen die willen kopen. Ga vervolgens op zoek naar iemand die wil verkopen. Zodat je het verschil ziet. Iemand die wil verkopen, die wil dus woning kwijt. En je moet even de reden bedenken waarom die kwijt wil. In dat geval. Simpelweg gezegd. Nou, hoofdstuk 9. Je moet dus groot gaan denken en leren van het verleden. En actie wint altijd van niets. Dus als je geen actie onderneemt, kan je ook niks bereiken. Heel simpel. Nou, deze video is alweer 13 minuten lang. Ik wil je super bedanken voor het kijken. Like en abonneer. Bijna 97% van de mensen is niet geabonneerd op mijn kanaal die dit nu bekijkt. En dan zie ik je de volgende keer weer. Ciao, ciao.